een verhaal dat me te binnen schiet is een verhaal uit 2008, toen ik tijdens de Spelen van Peking hier in de studio programma's presenteerde. Vanwege het tijdsverschil begonnen programma's toen om 4 uur 's ochtends. En we waren op een van die ochtenden waren we aan het beslissen wat we zouden gaan brengen. Want je hebt ook hartstikke veel sporten tegelijk. En de sporten die er op dat moment waren en waarvan we niet precies wisten waar we de focus op moesten leggen, waren fietscrossen en open water zwemmen. Nou, dat open water zwemmen zagen we eigenlijk niet zo heel erg zitten, want ja, dat is hartstikke saai en hartstikke lang. En dat fietscrossen is best wel spectaculair en daar waren Nederlandse kanshebbers. En het is nu 4 jaar later en ik weet nog het moment dat de eindredacteur Jan Stekelenburg zei, weet je wat, we gaan dat open water zwemmen doen, want ik heb zomaar het gevoel dat daar iets bijzonders gaat gebeuren. En dat was, nou, dat zou je inmiddels raden, de dag dat Maarten van der Weijden Olympisch goud won. Dus die keuze was enigszins gerechtvaardigd. Waar ik naar uitkijk als het over de Spelen van Londen gaat, is eigenlijk in het algemeen. Dat is voor alle sporters is dit het grootste wat er gaat gebeuren. En dat is juist die sfeer wil ik heel graag daar opsnuiven. We gaan een programma maken midden op het Olympisch Park. Dus we zitten echt midden in het centrum waar het gebeurt. En ik zie heel erg uit naar 2 weken lang die sfeer voelen. Kijken hoe die sporters zijn, hoe alle mensen die daar lopen zich gedragen. En gewoon echt deel zijn van de Olympische Spelen. Dat is mijn vooruitblik.